Ze is de topvrouw van D66. Geef een warm applaus, dames en heren. Louise van der Laan. Hallo. Welkom. Dankjewel. Wat een moeilijke naam, Louise Wies. Ja, je gaat je dochter niet zo noemen, hoop ik, toch? Nee, oké. Het is echt, al die kinderen op scheutje, weet je, Louise Wies. Het is vermoeiend. Ik ben ook mee geplaagd. Je hebt ook mee geplaagd, hè? Ja. Ozewiesewo, hè? Ja. Nee, ik kan me voor dat het niet zo prettig is. Femke Halsma. Die heeft het overdreven, direct twee. Shannon Dijksma is net bevallen, Wouter Bos is zwanger. En er zijn nog een paar. Ik bedoel, wat gebeurt er? Maak de achterkamertjespolitiek nu plaats voor de slaapkamerpolitiek in Den Haag? We zijn gewoon echte mensen. We zijn gewoon normale mensen. En die zijn, ja, als je jonge vrouwen hebt op een bepaalde plek, op een gegeven moment gaan die ook kinderen krijgen. Dus het is heel normaal. Het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon, ja. En het is ook eigenlijk heel gezellig, moet ik zeggen. Ja, al die zwangere moeders. Ja, het geeft wel een band en iedereen is geïnteresseerd. Iedereen door de partijen heen. Iedereen wil weten hoe het met je gaat. Ja, en welk dossier is nu wat het meest rondgaat? Bevallen opstaan? Of, Nou, dus opeens is er weer belangstelling voor het zwangerschapsverlof voor politici. Oh, dat komt dus nu wel weer. Ja, dat lag sinds 1994 op de plank. Dat is al bijna 10 jaar. En nu zeggen mensen van, goh, hoe moet dat eigenlijk straks met die... Met al die zwangere politici, ja. Want je bent nu 3,5 maand zwanger. Ja, 4 al. 4. Ja. Heb je het goed uitgerekend? Dat weet je dus niet. Dat ook plotseling horen van, nou, die van Louise Wies komt ook eerder. Nee, als Maxima het al niet goed kan uitrekenen. Dus, nee, maar dat was voor mij, Alexandra had het zelf uitgerekend. één keer hoogwater, één keer laagwater, één keer hoger. Ja, en dan kom je er echt natuurlijk. Kinderopvang is bij de meeste werkgevers slecht geregeld. Hoe is het in de Tweede Kamer? Helemaal niet geregeld. We hebben geen crash en we krijgen geen vergoeding. Nou, hoe doet Balkenende dan? Waar speelt hij als hij pauze heeft? Heeft hij zijn eigen ook met zijn Lego en zo? Hebben we echt geen kinderen van? Helemaal niks. Nee, ik moet de werkgever van mijn man heel even aankijken. En dan moet hij je kinderen meenemen. Waarschijnlijk wel. Nee, maar er is gewoon helemaal niks geregeld. En dat is heel vervelend, want wij werken natuurlijk heel vaak s'avonds laat. We gaan nog eens een keer stemmingen om 11 uur s'avonds en zo. Dus er moet echt wel wat geregeld worden. Maar dan kun je met z'n allen toch het even aanpakken daar. Want het wordt nu tijd dat het gebeurt. Dat zou mooi zijn, ja. Dat gaan we op de agenda zetten. Oké, dat komt helemaal goed. Je bent de tweede vrouw van D66. Boris natuurlijk de eerste. Is hij een beetje jaloers op jouw zwangerschap? Of, Nou, hij leeft ontzettend mee. En hij is ook heel bezorgd. Zorg dat je nou niet te laat maakt en ga op tijd naar huis. En zorg. Iedereen is ontzettend aardig. Krijg je ook extra trek of zo, dat hij echt zo met je meeleeft? Ja, iedereen is gewoon een en al vriendelijk. Er is ook niemand die zegt van, goh, straks moeten we het met z'n vijven doen in plaats van met z'n zessen. Iedereen alleen maar aardig. En het was echt een warm bad. Gewoon lekker leuk. Super, ja. Ja? Heb je al een kinderkamer uitgezocht? Nee, we moeten eerst nog een huis kopen. Nog een huis kopen? Ja, dat is niet te erger dan Jozef en Maria. Ik bedoel, nou, bij deze, als je huis weet met een leuke babykamer, Louise Wies is geïnteresseerd. Hartelijk bedankt voor je komst. Geef een applaus, dames en heren. Louise Wies van de Laan. Dankjewel.